حميت عواض خذ حاجيت وارت سنغ ماني ثبدا وراذ ميمي ثبدا وارت سنغ ممش غات السنتار ورا مرمي غات سالة فحاجيت ضرب حار وارغاس بدو ورا نقار ربدا كيف كيف ماشا ربدا تبدار خمينا عزوني مزونا تحسن تفرورو يندوا وارن ماشا رخو إم الزغنو قينا تحسن من زيتي الطاوين زرينت من زرينت خمين داكوان تي حوجة تيرا تيرا داكوان ذيك عناين وينا عما سمر فنان هنا ذاورن محمد مرابط مرابط دي بريسن تاعر نغيشن دي فاستيفال كروسين بوردر دي ديناغ أدريس الناس ما نعرف مرابط وار يغري يتعود تي حوجة يتعصام وانتا زي طنجة راسر المرابط زبقوين ما نسيف غن الوالدين الناس دي سقوسا نراز مرابط يستعود جي وذريس الناس خيجو حنجار ويسادف دايس لذ من يمسان قوم زروي أم قارنا الريف أعوذ نمرابط لتحاجيت ويسات حور نمنذم مرابط ينا إيران أقا مارخاس أذي الصفغ عشران يدريسن النغني وأقا أذي الصفغ إجنو ذريس خذو ذات النس أدريس ما نعرف إفاد غار نيو أمستردام في الساعة اللي كان شبار وكم دان رسم انا ما كنعرفش اش ماشي يخرج تما حتى كنسالي كلشي كنسالي كلشي وكاين شي حاجه هي من الزله كنعملها بغارتي كنشوف فيها وكتعطيني بزاف وكتهضر معايا وفي الساعه اللي كنشبع منها كنشبر انا ماكينه وكنبدا نهضر Ik ga een stukje uit Manaraf lezen. Ik weet het niet. Ik heb Rabat, zijn werk ken ik een jaar of drie. En daarvoor kende ik hem helemaal niet. En dankzij die boeken, tijdens het lezen van die boeken, kwam ik achter een deel van mijn ouders wat ik nooit heb gekend. Want bij ons thuis was het heel simpel. Er waren een paar dingen belangrijk. En dat was eten, werk. En religie, maar daar zat dus een heel groot deel van de cultuur, de Marokkaanse cultuur, zat er gewoon niet in. Nou, een belangrijk cultuuraspect van die Marokkaanse cultuur is die verhalende cultuur. Verhalen vertellen aan elkaar. Elkaar meenemen naar werelden die, zeg maar, die ontsproten zijn vanuit het eigen, vanuit eigen fantasie. Niemand Marabat is ooit sterker geweest dan Mhand die met één hand de bergen bijeenpakt. Hij blijft de beste zwemmer die ik heb gekend. De lenigste en meest robuuste man van heel Tanger. En misschien zelfs wel van de Rif. Marabat, je bent nog een jong broekje. Maar op dit moment ga je gebukt onder je lot. Het is belangrijk dat je bepaalde dingen weet. Ik ga je de geschiedenis vertellen, mijn jongen. Ik ga je de geschiedenis vertellen van de drie Mhands. Opdat je begrijpt waarom je nu strijd levert. En meteen ook weet uit welke klei je bent gebakken. Je hart moet zuiver zijn, Rabat. Als je het mes recht wilt buigen, moet je net zo sterk en edelmoedig zijn als die drie Mhands zijn geweest. We leefden in de bergen met onze familie. Die al sinds jaren dag in hetzelfde dorp woonden. Wij, de drie Mhands. De verhalencultuur uit Marokko heeft mij altijd geïnteresseerd. En ik vond het een hele mooie manier om er kennis mee te maken. En het heeft me heel nieuwsgierig gemaakt naar zijn boeken. Dus ik ga ze zeker lezen. Ik vond het verhaal van de schrijver en de persoon van de schrijver interessant. Ook het feit dat hij schildert vanuit zijn naïviteit vond ik heel interessant. Want het komt echt vanuit zijn ziel, zoals zijn verhalen ook uit zijn ziel komen. Rabat die behartigt een deel van de Marokkaanse cultuur, een deel van de Berbercultuur, die eigenlijk door de moderniteit, de televisie, het internet, door alle moderne middelen, eigenlijk aan het uitsterven is. Het idee om verhalen te vertellen, dat die dus uit de mond komen, niet vanuit de televisie of in de cinema of wat dan ook, maar die echt moeten worden overgeleverd. Dat fenomeen is aan het uitsterven. En Mohamed Rabat is iemand die altijd,
En wat heel belangrijk is, hij is altijd het verhaal trouw gebleven. Het gesproken verhaal is hij trouw gebleven. Hij heeft nooit willen leren lezen en schrijven. Het enige wat hij wilde is dus verhalen vertellen. En daarom is hij dus belangrijk. Alleen Fred en ook aan de zwart die het zoek. Was het goed? Ik ben een man die je gaat tekenen. Ik ben een man die je gaat tekenen. Ik ben een man die je gaat tekenen. Ik وهو احسن موت ويخرجوني في المحمل فهمتي بحال اللي قال لي فاطمه ذا قممت للشين هذا حرب بوليس ما مربط يقيم شكرا 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 شكرا